mensen en welkom terug bij een nieuwe video van The Sims 3. Ik ben Melvin en Melvin die gaat gelijk naar bed toe en dat vind ik heel knap van hem, want ik heb helemaal nergens op gedrukt, dus dat vind ik ook alweer heel handig. Hij is niet super moe, maar in ieder geval, hij en Melvin gaat even lekker slapen. Ik wil eerst even iemand weer gaan bedanken, want van iemand heb ik een uitbreidingspakket gekregen, waarna ik ook even iets anders wil gaan vertellen over die uitbreidingspakketten, want ik krijg nu een heleboel van Melvin, heel veel van mij, oh downloaden, dit, dat. Ik ben erachter gekomen dat het niet bij allemaal werkt, want ja, laat ik eerst maar even Peter bedanken. Peter, bedankt, want ik heb van jou de mogelijkheid gekregen om verschillende uitbreidingspakketten te downloaden, maar ik dacht van, als ik nou in één keer alles ga downloaden, is het te veel van het goede, dacht ik zelfs ervan. En daarom heb ik nu alleen maar buurtleven accessoirissen erbij gedownload. Dus niet een hele grote uitbreiding, maar het is wel een leuke uitbreiding en er zitten misschien wel wat leuke en interessante dingen tussen die we kunnen gaan plaatsen. En ja, ik had ook nog een andere erbij gedownload, want dat was ook eentje die wel was geadviseerd in de reacties toen ik had gevraagd van welk uitbreidingspakket moet ik downloaden. En dat was jaargetijden. En ik heb die dus gedownload en ik start het spel net op en opeens vraagt hij van, Melvin, ik heb een serial code van je nodig. Dus ik dacht van, computer, ik heb helemaal geen serial code. En toen zei de computer tegen van mij van, fuck jou, dan kan je lekker de Sims 3 niet spelen. Dus ik helemaal in paniek van, oh nee, wat moet ik nu doen? Dus ik ging op zoek naar een serial code, maar de serial code die werkte niet. En op een gegeven moment stond er van, ja, je kan het spel niet meer opstarten. Dus dat was helemaal van, oh nee. Toen dacht ik nog even logisch na, toen dacht ik van, ja, we kunnen het spel ook verwijderen. Heb ik dus 4 jaargetijden heb ik toen verwijderd en toen werkt het spel gelukkig weer, na alle behoren. Dus het is helemaal mooi, er is niks ergs gebeurd. Maar volgens mij is er dus ergens een grens van welke spel ik wel kan overdownloaden van jullie en welke spel ik niet van jullie kan overdownloaden. En ja, daar kom ik vanzelf wel een keer achter. Maar in ieder geval, Peter bedankt. En Peter heeft mij ook zijn wachtwoord en zijn account gegeven. En als ik een keer iets nodig heb, mag ik altijd even hem vragen van, hey Peter, mag ik eentje van jou downloaden? En dan zegt hij van, ja jongen, mag je van mij downloaden? Is het super chill. In ieder geval, we zijn weer terug in huizen Melvin. Melvin staat even te koken, zie ik. Melvin heeft namelijk behoorlijke honger. Dus Melvin die gaat dan even koken. Hij moet daarna werken, want daar kreeg ik net een berichtje van. En dus natuurlijk gewoon even op supersnel tempo gaat Melvin even lekker een eitje maken. Moet je kijken. Of ik weet niet eens wat hij eet. Wat eet Melvin trouwens? Een pannenkoek met appel. Nou, dat is behoorlijk lekker, al vraag je het mij. Ik vind pannenkoeken met kaas trouwens nog lekkerder. Alleen dat vult altijd zo erg. Nou, Melvin, je moet nog even snel je eten opeten. Anders laat je het maar staan. Dan heb je pech gehad. Je gaat nu gelijk naar die auto toe rennen. Rennen, Melvin. Kom op. Ja, kijk eens aan. Mooi zo. Melvin is nu aan het werk. En daarna zien jullie mij wel weer met Melvin als hij klaar is met werken. Wacht. Er staat even iets. Wat staat er? Je toewijding aan het leger en je carrièreambities zijn overduidelijk voor iedereen om je heen. Zodra je uit de loopgraven bent opgeklommen, hoef je nooit meer terug. Je leidinggever is blij met je en je werkprestaties zijn verbeterd. Fuck yes, dat is super mooi en super chill meegenomen. Nou ja, we laten Melvin dus mooi even werken en daarna zien jullie wel wat er gaat gebeuren. Ik heb alleen wat gedachtes of ik heb alleen wat ideetjes wat ik met Paulien kan gaan proberen te doen. In ieder geval, jullie hebben mij er heel erg bij geholpen en dat zal ik zo meteen even allemaal vertellen wat ik wil gaan doen. Melvin Bos heeft zich uit de naad gewerkt en een salarisverhoging verdiend. Hij zal het gevoel van wat extra geld in zijn zakken niet snel vergeten. Mooi zo, Melvin heeft dus even een mooie salarisverhoging gekregen. Dat is super chill en heel mooi meegenomen. Melvin gaat nu weer naar huis. Dan moet Melvin even maar gelijk wat dingetjes gaan doen, waaronder douchen, want dat is wel heel erg nodig met deze hygiëne. Daarna moet Melvin maar even, ja, dit gaan opruimen. Die gaan we dus opruimen. Daarna gaat Melvin even maar een lekkere lunch eten. En we gaan naar de tosti, want tosti is fucking lekker. En daarna gaan wij Pauline bellen. Want jullie hadden een heleboel dingen... Want jullie hadden een heleboel dingen tegen mij gezegd. En eentje was daarvan heel belangrijk. Althans, dat vind ik een hele belangrijke. Want ik kan aan Pauline vragen of ze met mij verkering wil. Dat heb ik namelijk nog niet gedaan. Ze heeft alleen maar de relatie met Hank verbroken. En holy shit, ik denk dat jullie het wel aan mijn stem horen. Maar er zit wat in mijn keel. Holy damn. Oké, ik hoop dat het nu weer goed is. Nee, maar in ieder geval, waar ik het over had, jullie hadden een heleboel reacties achtergelaten. Vind ik al super chill. We hadden trouwens de vorige aflevering ook weer meer dan 200 duimpjes omhoog. Jullie killen dat iedere keer weer. Dat is super chill. En wil ik jullie even voor bedanken. Heel random in het midden van de video, maar dat is gewoon even terzijde. Nee, jullie hadden dus reacties achtergelaten van Melvin. Je moet aan Pauline gaan vragen of ze verkering met je wil. Want als je dat vraagt, dan kan je met haar gaan trouwen. En dan kan je bij haar in gaan wonen. Of komt ze bij jou in wonen en zo. En dan kan het dus super awesome worden. En dan kunnen we gewoon gezellig met z'n tweeën bij elkaar gaan wonen. Ik weet niet of het gaat werken, maar in ieder geval, ik ga proberen om tosti eerst te eten. Je gaat dus niet met iemand chatten, Melvin. Je gaat eerst maar even eten. Ik ga ook even kijken of we de volgende dag moeten werken. Waar kunnen we dat zien? Hier. Moeten wij de volgende dag werken? Nee, we zijn morgen vrij. Oké, dat is heel mooi. Want als wij dus nu dan even ons plezier omhoog gaan krijgen. Ik weet niet hoe we dat kunnen gaan doen, maar in ieder geval, dit moet allemaal schoongemaakt worden. Dus dat is nou niet het leukste om te doen.
Is niet lekker? Jongen, Tosti is fucking lekker en dan zit hij daar een beetje op de stoel. Je gaat maar even lekker je Tosti op kanen, Melvin. Je gaat maar even gewoon doen wat ik zeg en dan komt het wel goed. Nee, maar in ieder geval, weet je, ik ga zo meteen gewoon Paulina uitnodigen. In de hoop dat ze misschien bij me wil slapen. Dat lijkt me wel leuk. We pakken dus even onze mobiel erbij en dan gaan we dus even een sim bellen. Wacht. Zo doen we dit niet, Melvin. Zo, kijk, we drukken hierop. Dan drukken we op uitnodigen om op pad te gaan of gewoon uitnodigen. We doen gewoon uitnodigen. Dat vind ik wel een leuke. Wel, we gaan deze even de dingen schoonmaken en dan zien jullie zometeen vanzelf wel wat er gaat gebeuren als we Paulina aan de lijn hebben. Oké, Melvin gaat nu bellen. Natuurlijk, ik kom er over een tijdje aan. Fuck yes. Dat is een heel mooi dingetje. Dan is er al één stap van de avond met Pauline. We gaan even maar even een basistraining doen. No, nee, Melvin, nu moet je... Melvin, nee. Holy damn, stop. En doe die muziek uit. Gadverdamme, wat een kutmuziek. Waarom ga je nou op die muziek dansen? Ah, rot alsjeblieft even op uitzetten. Ja, dankjewel. Outfit er maar even kiezen. We doen gewoon even de avondkleding. We gaan even netjes in kostuum lopen. Dat vind ik wel mooi. Moet je even kijken hoe Melvin erbij loopt. We gaan even de mooi boy uithangen vanavond met Pauline erbij. Gewoon even dat Pauline een goede indruk van ons krijgt, weet je. Gewoon even een goede indruk. Pauline die komt er zo aan, hoop ik. We gaan eerst even proberen ons plezier nog wat omhoog te krijgen. En trouwens, jullie hebben me ook een heel handige tip gegeven. Want het weet je wat nou zo schijnt te zijn, wat jullie me hebben wijsgemaakt, is dat een koffieautomaat energie geeft. En dat ik daardoor gewoon nachten heel lang kan opblijven. Dus ik zit nu al in de koopmodus. En weet je wat we nu gaan doen? Wij gaan nu een fucking mooi koffiezetapparaat kopen. Want dat schijnt dus heel erg goed voor me te zijn. Oké, we hebben hier de drankje. Wat is dit? Dat is wel een hele dure. Die gaan we niet kopen. We gaan gewoon de opperste ontdekking. Heet de drankjenmaker kopen. Drankenmaker, Melvin. Ja, dat zei ik. Nee, ik zei het niet, maar dat bedoelde ik wel. Waar gaan we deze neer? Wacht, ik vind rood vind ik niet mooi. Ik wil hem zwart hebben. Of blauw. Blauw is wel mooi. We doen hem blauw. Waar gaan we hem neerzetten? Zullen we hem hier gewoon neerzetten? Of daar? Weet ik veel. Nee, we zetten hem gewoon... YOLO, daar neer. Nou, heeft Melvin een koffiezetapparaat? Dan kan Melvin dus zo lekker koffie gaan zuipen. Dat is hartstikke mooi meegenomen. En dan kunnen wij de nacht gewoon even goed door. Melvin's plezier gaat nu wel omhoog, maar dat maakt me niks uit. We gaan gewoon even een lekkere kaneelcappuccino met chocolade en romige slagroom drinken. Dat klinkt echt zeer aantrekkelijk. Nu krijg ik zelf ook echt zin in zo'n lekkere latte macchiato of zoiets. Ik heb geen flauw idee hoe dat uitspreekt, maar het is wel lekker. Ik heb het één keer gehad en ik vond het wel fucking lekker. En ik drink ook wel eens koffie. Ja, ik drink wel eens koffie, maar het is nog niet dat ik heel vaak koffie drink. Het is nog niet dat ik ook echt geloof van ja, koffie heb je nodig om wakker te blijven en een goed dag door te kunnen brengen. Zo, heb je echt nodig koffie, jongen. En waar is Pauline trouwens? Ik had Pauline toch net uitgenodigd en dan ga je weer dansen? Oh, wat ben ik één. Eenzaam. Wat ben ik fucking eenzaam? Melvin, nee, doe even die muziek uit, Melvin. Melvin, doe die muziek uit. Wauw, ik ben zo fucking eenzaam dat ik op die muziek zat te dansen en dat ik net zelf mee ging dansen en dat Pauline niet meer komt omdat ik net daarop stond te dansen. Pauline, waar ben je? Pauline, waar zit je? What the fuck, waarom komt Pauline nou niet? Ik wil gewoon fucking dat Pauline hier komt. Ik heb Pauline net uitgenodigd en dan komt ze niet. What the hell, man? Wat is het nou weer voor in de steeklaterij? We gaan gewoon nog een keer uitnodigen. Dikke YOLO, want ze moet wel komen. Wacht, ik heb haar net gebeld, dus ze komt niet. Waar is Pauline? Oh, komt ze daar? Wie is dat? Is dat iemand? Dat is Sam gaat naar huis. Nou, hartstikke mooi, Sam. Ga maar lekker naar huis. We gaan Pauline gewoon nog een keer bellen, dikke YOLO. Zou vast wel denken van, ach, hebben we hem weer, kut Melvin. Sorry, ik ben nu niet in de stemming om langs te komen. Oh, sorry, wat? Ik heb je net ook gebeld terwijl je wel en dan nu kom je niet meer. Wat is dit nou weer? Ze laat me in de steek. Ik dacht van, ja, nu komt ze eindelijk en dan komt ze niet. Ze laat me gewoon in de steek, mensen. Oh, nee toch. Dan heeft ze de relatie met Hank voor mij verbroken en dan komt ze niet. Oh, shit, dat is niet goed nieuws. We moeten dus maar even wachten of we gaan gewoon morgenochtend opnieuw proberen. Dat vind ik een goeie. We gaan gewoon morgenochtend opnieuw proberen. En dan in de hoop dat ze wel bij me langs wil komen en dat we dan gewoon even lekker kunnen neuken. Ik bedoel, pardon, nee, we gaan niet gelijk neuken, Melvin, nee. Of, oh ja, het ligt eraan hoe je het wil noemen. Nee, wij gaan gewoon... Dat doen, juist ja. Dat wou ik melden. Nou ja, Melvin die moet dan gewoon maar gaan slapen, denk ik. We gaan eerst even ons bed opmaken. En daarna gaan we slapen. En dan gaan we gewoon kijken of we de volgende ochtend Pauline bij ons kunnen krijgen. Ik zie trouwens dat we niet kunnen slapen. Waarom kunnen we niet slapen? Melvin kan echt niet slapen als hij in een roes is. What the fucking fuck is een roes? Cavine kan een sim goed wakker maken. Gebruik deze tijd verstandig, want na de roes komt de dip. Door drankje met cavine, plus 30 humeur. Resterende tijd.
52 minuten. Oh damn, dit wist ik niet. Dus we krijgen zometeen wel... Dat is niet zo goed, want zometeen komen we in een dipje. Oh mijn god, dan moeten we echt ons plezier omhoog krikken als de malle neuk. Dus dat gaan we nu maar even doen. Gaan we daarna nog maar even lekker pissen. En als we klaar zijn met pissen, gaan we hopen dat we dan kunnen slapen. Want ja, dit is dan niet echt waar ik op zat te wachten. Melvin, pis maar even. Misschien is het ook nog even leuk als je gaat tanden poetsen. Dat moet ook even gebeuren, weet je. Gewoon even om fris en schoon te blijven. Om de hygiëne een beetje omhoog te krijgen. En daarna gaan wij lekker, lekker slapen. Tot morgen om 9:30. Dus mensen, ik zie jullie zo meteen om 9:30. Dan wel in The Sims 3. Dan, want niet in het echt. Nee, jullie begrijpen me wel. Tot zo. Nee, fuck, kut, nee. Oh, fucking nee. Oh, nee. Ik ben de rekeningen weer vergeten te betalen. God, nee. Jullie hadden het ook nog achtergelaten in de reacties. Maar ik ben het helemaal vergeten. Ik ben er helemaal bij langs gegaan. Fuck, nee. Er komt er zometeen weer de deurwaarder. Ik hoop dat hij de bloemen meeneemt. Want dat is nog niet zo duur. Maar hij kan dus alles meenemen waarvan hij denkt van... Hey, dat wil ik meenemen. En er staan ook behoorlijk dure dingen. Dus als hij iets duurs meeneemt, ja, dan zijn we zware lul. Ik hoop dat ik de rekening nog kan betalen. Dus we gaan nu gewoon fucking snel de rekening betalen. Fuck alles wat ik daarvoor had neergezet. Want ik had even alles gedaan. We gaan dus even de rekening betalen. En dan gaat het bad ook nog eens kapot. Nee, 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 dat mag niet. Melvin, ren nu naar die fucking... Nee, daar hebben we hem al. Daar hebben we hem al. Wat gaat hij pakken? Wat gaat ze pakken? Wat gaat ze pakken? Oh nee, oh nee, ze gaat in de tuin. Ze gaat in de tuin. Oh nee toch, ze gaat mijn picknickmand jatten. Oh, wat is dat jammer. Oh... Nou ja, pech gehad. Echt waar, het is mijn dom eigen rotschuld. Het hoort erbij, het is mijn dom eigen rotschuld. Dus ik laat Melvin nu wel eerst gewoon lekker wafels maken. Want dan hebben we tenminste in ieder geval die honger erbij. Daarna moeten wij maar even zorgen dat een technische reparateur komt. Daarna gaan wij Pauline uitnodigen. In de hoop dat Pauline dan met mij op pad wil gaan. Want ik ga nu vragen om Pauline met mij op pad te gaan. En daarna weet ik niet echt wat er moet gaan gebeuren. Ik zal even snel het eten afmaken. En dan, Melvin, kook nou even snel. Ja, oké, okay, mooi zo. Ga nu gelijk die wafels naar binnen. Nee, je moet ze wel even opeten, ja. Dan moeten we deze zometeen maar even kliekjes opruimen. Ja, dat gaan we eerst doen. Daarna gaan we fucking technische reparateur bellen. Dat moet ook namelijk gebeuren. Holy shit, man. Het gaat niet zo super eigenlijk. Nee. Nou, ruim die eerst maar even op. Oké, dan doen we dat. Hups, snel opruimen. Oké, nu gaan wij een technische reparateur bellen. Holy shit, dat gaat helemaal verkeerd, man. Oké, die opruimen. Nu technische reparateur bellen. Oké, die komt eraan. Dan gaan we nu Pauline uitnodigen. Of ja, gaan we nu zorgen dat Pauline met mij uit wil gaan. Uitnodigen om op pad te gaan. Dat gaan we nu maar even doen. Kies een bestemming. Nou, het lijkt wel leuk om naar het zwembad te gaan. Dus we gaan naar het zwembad. Nu gaan we Pauline bellen in de hoop dat ze met mij mee wil. En dan zien we het vanzelf wel. En dan hebben we misschien de volgende aflevering een ding. Ja! We gaan naar het zwembad met Pauline. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. Dat wordt hartstikke gezellig. Zwemmen met elkaar. Dan kunnen we haar ook een keer even in bikini zien. En dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, mooi zo. De technische reparateur die redt zich wel in die fucking natte badkamer. Maar wij gaan dus nu in ieder geval nu naar de fucking zwembad toe. Moet je zien rijden, jongen. Zien cross, oké. Okay. En we zijn bij het zwembad aangekomen. Mooi zo. Melvin vindt het tijd voor een frisse duik en bezoekt het open zwembad. Hartstikke mooi. En daar hebben we Pauline. Ja, leuk. Oh nee, we gaan nu gelijk zwemmen. Wat de hek? Wat doen we nou? Waarom spring ik nou opeens in het water? Wat de hek? Wat de hek? Wat doe ik allemaal? Zwem ik nou naakt? Wat de fuck, Melvin, ga nou niet naakt? Holy damn, kies alsjeblieft een outfit. Waarom zwem ik naakt? Wat de... Waarom zwem ik naakt? Waarom? Oké, okay, Melvin, je gaat nu gelijk daarna even romantisch en dan gaan we even een amoureuze omhelling doen. Mooi zo, ik snap er niet wat ik nou net deed. Mooi zo, dit gaat heerlijk. En wat is dit ooit? Cornelia van de Kerkhof. Wat de heck, wie is dat? Waarom zit er een sterretje bij? Is dat een popster of zo? Oh, voor mij is dat serieus zo, ja. Gedagzoenen is ook altijd wel even leuk om te doen. Even lekker gedagzoenen. Hallo, Pauline. We vinden het allemaal wel heel leuk. Doen even romantisch. Of wat gaat ze doen? Wacht, we moeten trouwens ook nog flirten met haar. Ja, dat is namelijk iets wat... Oh nee, vrijen. Maar dat kan hij niet. Nou ja, gaan we even flirten. Kijken of ze dat wil. Wil ze dat? Ja, ze wil het een beetje. Mooi zo, oké. Ze wil echt met mij. Ze gaat echt voor mij. Dat is super mooi om te zien. Want dan kunnen we dus vragen of ze met mij... Ja, hoe noem je dat? Wil? Ik weet niet. Misschien kunnen we vragen om te zwemmen. Vragen om mee uit te gaan. Ik weet niet hoe dat werkt. In ieder geval, we gaan nu relaxen of zo. Of wat gaat zij doen? Ik wil haar sowieso even in haar zwemkleren zien. Waar loopt ze nu heen dan? Waar de hemelsnaam gaat zij heen? Wat doet ze ooit? Wat de heck? Oh, ze draait opeens, ze doet opeens andere kleren aan. We volgen Pauline even in de kijken wat ze doet. Wat de heck doet ze allemaal? Hè? Nee, Pauline, Pauline, Pauline. Nee, wat de... Was dit het? Serieus?
Waar gaat Pauline ooit heen, man? Hallo, Pauline, wat doe jij nu? Was dit nou serieus? Het zwembad, avontuur met Pauline? Meen je deze? Gaan ze nu lopen naar huis? Dit was het? Gaat ze serieus naar huis? Ze gaat naar de bioscoop? What the heck? Nu zit ik opeens met iemand te spetteren in het zwembad. Ik weet ook niet waarom ik dat doe. Melvin. Dit ging niet zo lekker, even serieus. Nou ja, mensen. Ik bedank jullie al voor het kijken naar deze aflevering. Ik had iets anders gehoopt met Pauline Wan. Maar dat op pad gaan met iemand in de Sims 3, dat loopt nog niet helemaal soepeltjes bij mij. Kun je misschien uitleggen hoe dat werkt? Of is het gewoon echt heel random? Laat het achter in een reactie. Ik lees alle reacties namelijk. En ik hoop dat ik dan ook wat mee ga doen. In ieder geval, doe een duimpje op als je genoten hebt van deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden. Dan kom ik straks, ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan ook even snel knopje abonneren dat hier beneden staat en hier beneden. Want dan ben je altijd op de hoogte van video's. En voor dan zie ik dat ik opeens onder water zit te zwemmen met... hoe heet zij in hemelsnaam? Wie is dat? Oké, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval mensen, ik bedank jullie voor het kijken. En ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is... doei mensen!